Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maand training doen voor sterrenbeeld Steenbok. Herken jij je er nou in? Dat is helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dat is ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand training is. En deze loopt voor de hele maand december. En rondom begin januari komen er weer nieuwe readingen online te staan. Dus we gaan kijken voor jou, Steenbok. Van hoe gaat het met jou in deze tijd? Voel jij je goed of juist helemaal niet? Voel jij je verbonden? Hoe staat het ervoor met je werk, je carrière, je liefdesleven, wat dan ook? We gaan het zien in de open maandreading voor sterrenbeeld Steenbok. Steenbok, als eerste wordt aangegeven dat je voor meerdere keuzes staat. Ga even goed je gevoel, je denken in balans zetten de komende periode. Want weet dat op het einde van de weg jou het een en ander moois wacht. Waar je vertrouwen in mag hebben. Laat je ook dan meer leiden door je gevoel. Laat je niet afleiden door anderen. Erg belangrijk. En ga heer en meester of koning of koningin meer worden voor de komende periode in jouw gevoelswereld, Steenbok. Misschien ben je de laatste tijd een beetje verward geweest. Of een beetje eronder uitgehaald. Dan mag je daar wel heel duidelijk anders naar gaan kijken. En het een en ander ook daar anders in gaan aanpakken. En hou de negativiteit... De duivelskaart op zijn kop. Hou de negativiteit buiten. Als er mensen zijn die zich terug willen gaan verbinden waar je het een en ander mee hebt afgesloten, laat deze mensen dan ook meer los. Laat deze mensen niet meer toe. Je hebt dit niet meer nodig. Je mag vooruit, je mag een nieuw begin maken. Misschien zit je nog wel in een bepaald stuk om in deze maand het een en ander misschien ook met bepaalde mensen af te sluiten. Ga dat doen. Ga je goed bedenken en je voelen en je denken van wie wil je wel meenemen naar volgend jaar, wie wil je niet meer meenemen. Ga goed je keuzes maken. Hou je voelen en denken in balans. Erg belangrijk. Steenbok, blijf goed verbonden met de aarde. Je bent een aardeteken. Dan komt er ook in meerdere stukken een nieuw begin binnen. Waar je ook heel duidelijk op mag gaan vertrouwen en waar je ook andere stappen in mag gaan nemen. Wat je heel duidelijk verdient, Steenbok. Met je werkgebied ben je eigenlijk ook wel tevreden. Links en rechts misschien wel een bepaalde uitdaging pakken in je eigen bedrijf of voor je werkgever. Dat je misschien het een en ander anders wilt aanpakken, dat kan. Maar je bent ook even zo bezig van ik hou het even allemaal heel erg in balans. Je bent bewuster naar bepaalde dingen aan het kijken en ook bewuster voor bezig. Want je wilt eigenlijk, Steenbok, heel erg positief vanuit je gevoel het een en ander ondernemen, verbinden, andere ervaringen opdoen. Daar ben je eigenlijk mee bezig voor de komende periode. Zet je stappen, Steenbok. Spring misschien links en rechts inderdaad in het diepe. 10 van staven. Maak een nieuw begin. Geef goed je grenzen aan. Weet dat jij deze stier kan bereiden. Geef goed je grenzen aan. Sta je mannetje, zeg wat je wel wilt, zeg wat je niet wilt. Spreek je uit, Steenbok. Erg belangrijk voor de komende periode dat je dat meer gaat doen. Zolang je maar ook in alles voor jezelf het geloof en jezelf vasthoudt en weet wat je doelen zijn en weet waar jij het voor doet, dat je dat aanpakt, Steenbok, kom je tot een hele andere energie uit. En vertrouw daarbij ook natuurlijk goed op je innerlijke kind. Erg belangrijk, Steenbok, om daar goed naar te kijken de komende periode. Mooi. Ga zo door. Dan gaan we door naar de Steenbok die single is. Sta je open voor de liefde voor dit moment? Of heb je zoiets van, ja goed, nou, ik heb de tijd en de ruimte en er is nog eigenlijk wel even nodig, want ik heb een voorgaande relatie gehad wat misschien zwaar is geweest.
gaan eens in single steenbok. Zelfs vermunten. Je houdt de balans erin. Je wil het een en ander ontvangen, je wil het een en ander delen. Misschien ook in verbinding aangaan met een aardeteken, steenbok, maagd, stier. Kan. Bekijk het je goed. Want je zit op die nieuwe weg naar meerdere stukken. Geen behoefte meer eraan om naar het verleden terug te kijken. Waar je hart is gebroken, waar je pijn hebt, waar je pijn bent gedaan, waar je gekwetst bent geworden. Ga je niet meer naar terug, steenbok. Je kijkt vooruit, zet je stappen. En geef goed je grenzen aan. En volg in alles goed jouw gevoel, steenbok. En kom je in een nieuwe verbinding, ben je wel ook iemand die het heel erg graag wilt weten of het een en ander wilt onderzoeken. Voor duidelijkheid wilt gaan. Steenbok, kijk daar goed naar. En dan komen de geliefdes, de juiste voor een relatie, kom vanzelf binnen, laat zich zien in jouw energie. Dus het is wel een goede periode, steenbok, om de acties op te ondernemen. Ga het doen, durf dat te doen, heb er vertrouwen in. Mooi, ga zo door. Dan gaan we door naar de steenbok in een relatie. Ben je daar gelukkig in? Voel jij je verbonden in je relatie, steenbok? Of juist helemaal niet, daar heb je zoiets van, nou goed, ik ben hier alles alleen aan het doen. Dan schiet eigenlijk niet op, ook dat zou kunnen. We gaan het zien. Steenbok en relatie. Oké. Aardig opbouwend bezig voor jouw relatie, gezinsleven, familie, vrienden. Gaat zich heel erg om nu in jouw energie, in de relatie, om de goede verbinding ook vast te houden, om daarvoor te gaan. Niet meer voor minder te willen gaan. Houd het vast. Op zijn kop, haat oordeel. Dan niet meer voor openstaan. Zeggen van, dit zijn mijn grenzen, ik laat dat niet meer toe. Laat je het niet veroordelen. Hij geeft goed, duidelijk en krachtig jouw grenzen aan, steenbok. Weet waar je vandaan komt in je relatie, weet waar jullie voor staan. Straal het uit, zet jullie stappen. En dan wacht er in jullie relatie een nieuwe reis. Met vele mooie mogelijkheden en kansen, waar het nu om gaat. Hou deze energie vast, steenbok. Heel erg goed en mooi. Blijf in die positiviteit. En hou de negativiteit, de duivelse energieën, de lagere mensen... Hou die buiten de deur. Ga zo door. Mooi. Goed, steenbok. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart. Dat is je antwoord. Dus, steenbok, stel je vraag. Oké, jouw antwoord is, steenbok, verandering van windrichting. Het een en ander anders aan te pakken en vandaaruit je stappen te nemen. Durf te veranderen, durf te transformeren en mee te gaan. En hou je voelen en denken en alles in balans. Erg belangrijk. Mooi. Hele mooie reden voor jou, steenbok. Ga je wat mee doen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Alvast voor iedereen die kijkt, alvast hele fijne feestdagen gewenst. En tot de volgende keer. Hai hai.